Welkom dames en heren bij de wedstrijd Vios Beltschum tegen GVA 1. De echte finale. Wie deze wedstrijd wint gaat naar de derde klasse. Vios heeft dus de tweede kans. Het is ook de tweede kans van GVA 1. En wie deze wedstrijd dus wint speelt volgend jaar niet meer in de vierde, maar in de derde klasse. Vios fans zien het... hebben er zin in en rookbommen zijn zeker weer aanwezig. De laatste besprekingen bij Vios, mooi om te zien. Corner voor GVA. Hier weggewerkt. Tenminste, dat lijkt zo. Hier is nog een kans in. Klem gepakt door Lars Kroeze. Goeie redding. Hier weer de lange bal. Mooi gegeven. De volgende kans. Terugleggen. Dan zie je geen schot, want die bal wordt er goed uitgehaald. En dit is een hele mooie kans hier voor Ian Godsevert. Maar die bal gaat er net niet in. Tenminste, zo lijkt het. Terwijl Ian zegt van, ja, die was toch over de lijn heen. En hij staat ineens 1-1 met Van Kool. En hij schiet die bal hier dus in de herhaling te zien. Tegen de onderkant van de lat, dan komt hij terug. De vraag is, gaat hij daar over de lijn? De scheidsrechter heeft besloten dat dat niet zo is. En hier lijkt ook, ja, het is moeilijk te zien, maar het lijkt alsof hij ook niet over de lijn ging. Goeie eerste kans echt voor Vios. Oeh, dit is misschien wel gevaarlijk. En ja, zo lijkt het wel te zijn. Hier is de kans voorleggen. En dan is hier geen doelpunt. Die bal die wordt op de paal gewerkt. Naar de voorzet van Derksen. En dat was toch een hele grote kans. Na de grote kans van Vios. De corner hier. Die tuint, die kopt hem terug. Hier is Ian Godsevert van richting veranderd. Die bal gaat erin. 1-0 Vios. Ian Godsevert schiet hem van randje 16. En met een stuiter en via de knie van de verdediger wordt de bal onhoudbaar voor Van Kool. Ondertussen ligt Nick Tuiten nog wel op de grond. Samen met de verdediger van GVA. Die hadden een kopstoot in dat kopduel. Maar wel een assist voor Nick Tuiten. En de fans hebben er zin in, zoals je kan horen. Corner voor VVGVA. En hier is een enorme kans, maar die wordt vlak langs de paal gewerkt. Per Floyd. Of Floyd Per. En die schiet hem vlak langs. Hier is toch een hele grote kans voor Nick Tuint op de koppen. Daarna nog Bob Goedkormelink, maar in de handen van Van Kool. De volgende corner hier en weer gejuich vanaf de tribune. Het aanmoedigen bij de corner. Ondertussen wordt er aan de andere kant van het veld iets op het veld gegooid. Een nitraat. Hier de corner en daar is de 2-0. Aan de ene kant wordt er nitraat op het veld gegooid. Aan de andere kant wordt gescoord. 2-0 voor Vios. De kopbal van Bob Goedkormelink zorgt ervoor dat Vios nu wel een goede voorsprong heeft. Nadat de fans van GVA zo dom waren om een nitraat op het veld te gooien. Mooie actie dit. Bij de voorzet. Is daar iemand te bereiken? Ja, daar is zeker iemand te bereiken. En dan is het toch weer spannend. 2-1. In de 80ste minuut ongeveer komt GVA weer terug in de wedstrijd. En kan er weer alles gebeuren. Nu wordt het nog gevaarlijk. De allerlaatste minuten. Hier is nog omhaal. Oeh, nou, die is iets te hoog over.
GVA moet nog. Lange bal. Hier is toch inworp voor Fios. En dan is daar waarschijnlijk wel weer een beetje getreuzel natuurlijk. Daar de lange inworp. Die bal die moet zo ver mogelijk weg. En hier wordt hij ook alweer heel ver weggeschoten. En de scheidsfluit af. Fios wint de wedstrijd. En gaat dus volgend jaar spelen in derde klasse. Finale wordt gewonnen met 2-1. En de vreugde is er natuurlijk. Voor GVA is dit een domper. Maar Fios wint de finale en speelt volgend jaar derde klasse in plaats van vierde klasse. Ze werden tweede in de competitie, mochten dus de na-competitie in omdat ze ook periodekampioen werden geworden. Wonnen twee wedstrijden achter elkaar. Alleen de finale, de derde wedstrijd, werd toen verloren. Gelukkig was er een herkansing. En gaan ze nu alsnog naar de derde klasse door deze overwinning thuis. Prachtig ook hoe het publiek er vandaag achter stond. En natuurlijk het allermooiste dat Fios deze wedstrijd heeft gewonnen. Bedankt voor het kijken.